Met ogenschijnlijk gemak wist de HAVO-4-leerling van scholengemeenschap Spieringshoek het onbeveiligde computersysteem van de school binnen te dringen. De wachtwoorden van de docenten speelde hij door naar medeleerlingen die daardoor hun cijfers konden aanpassen. Ja, sommige van mijn leerlingen hebben het ook voor andere leerlingen gedaan. Ze konden heel veel dingen doen, ook dossiers lezen van andere leerlingen. Gevoelige informatie, dus. En om hoeveel leerlingen gaat het? Hoeveel hebben er hier aan meegewerkt? Die cijfers hebben veranderd. Een stuk of 30 volgens mij. En waar zaten die? In welke klasse? Ja, dat is verspreid over, denk ik, heel de school. Vooral vierde, derde, tweede. Maar als je in 4HAVO zit, dan werk je al eigenlijk mee aan fraude bij je eindexamen. Want die cijfers stellen mee voor je eindexamen. Ja, dat is zo. Dus ja, de school heeft er wel problemen daarmee, denk ik. De directie van de school wil niet voor de camera verschijnen, maar bevestigt het verhaal wel. De hacker is voor de rest van het jaar naar huis gestuurd en een aantal leerlingen is tijdelijk geschorst. Ook is er aangifte gedaan bij de politie. En vinden jullie die gozer nou cool of is die fout bezig geweest? Wat vind je ervan? Ja, ik vind het wel leuk dat hij heeft gedaan, maar... Dat is gewoon voor de lol. Ja, dat is gewoon voor de lol een beetje, maar het is dom. Stond die jongen er zelf ook niet goed voor? Hij ging niet meer naar school. Ja, hij zat wel op school nog ingeschreven, maar hij had al besloten dat hij mbo volgend jaar ging doen, dus hij is toch vanaf gegaan. Dus hij had toch ook geen belang bij zelf privé? Nee, totaal niet.